Ik ben Joke van Leeuwen en ik ben al mijn hele leven tramgebruiker. Al toen ik een kind was, al kregen mijn ouders, ons zes kinderen, niet altijd op tijd die tram in voordat de deuren dichtgingen. En nu zit ik er nog vaak in. Dus ik wil graag zeggen, tram 7 moet blijven. Niet alleen omdat het een hele belangrijke tram is, maar ook omdat het een prachtig nummer is, 7. Veel mooier dan tram 336 of zo. Het rijmt ook op van alles. Zeven, scheven, neven, bleven even zweven. Ik noem maar wat. Ik heb dus een ode geschreven. Een heel simpele ode is een olkebolleke. En olkebolleke is bedacht door dokter Anders P. En de clou van een olkebolleke is dat de zesde regel moet bestaan uit een zesletterig woord. Allemaal heel simpel, maar wel ten dienste van Tram 7. Hij woonde in Nederland, dus hij zei tram. Wat natuurlijk een beetje onzin is, want er staat er A. Waarom zou je dan tram zeggen? Maar goed, dat doen ze daar allemaal. En dit is het olkebolleke. Trams zijn noodzakelijk, zeker de 7, toch oudste der tramlijnen. Wat is me dat? Waar is het nodige ecologiebesef? 7 moet blijven. Dat is voor het rijm een beetje parel van de stad. Zo. En ik denk na deze bijdrage dat de hele stad denkt: oh ja, de 7 moet blijven!